Een hoop glitter op het stationsplein dit weekend. Toen de christelijk-conservatieve stichting Civitas Christiana eerder deze week aangaf te willen protesteren tegen de in hun ogen onfatsoenlijke posters van Suit Supply, kwam er al snel een tegenprotest op gang. Tientallen mensen verzamelden zich bij het Nijmegen station om hun liefde voor elkaar te laten blijken. Even werd het grimmig toen Civitas Christiana-voorzitter Hugo Bos aan een toespraak begon, werd hem dat onmogelijk gemaakt. Antifascisten gooiden met confetti en verf. Ook werd een vlag over zijn gezicht gehangen.